grondconversie is omzetting van recht van grondhuur of erfpacht in eigendom. In Suriname heb je verschillende titels. Je hebt eigendomsrecht, je hebt grondhuur, erfpacht. En vroeger werd het ook in huurperceel uitgegeven. Maar eigendoms is de sterkste zekerheidsrecht. Volgens de wet percelen van 2500 vierkante meter omgezet kan worden tot in eigendom. Dus percelen tot een grootte van 2500 vierkante meter. De burgers dan kunnen dan bij de conversieunit komen om hun stukken in te dienen. Is ook duidelijk aangegeven. Er gaat een formulier ook geüpload kunnen worden. Daarin is aangegeven welke stukken nodig zullen zijn. Dus die stukken worden gebracht naar die conversieunit dan via de website of hardcopy. Die formulier wordt ingevuld met alle benodigde stukken. De conversieunit gaat dan screenen of alles oké is, of die persoon wel in aanmerking komt voor de omzetting. Binnen 4 weken moet de conversieunit dan de regering adviseren of die persoon in aanmerking komt.